Schietpartij op middelbare school in Finland. Bananen aangespoeld op strand van Terschelling. En kinderen testen speelgoed van het jaar. Hoi. Nederland is te krap. En politici gaan daarom kijken of er een eiland gebouwd kan worden in de Noordzee. Wat vinden kinderen in Zandvoort daarvan? Ik vind het natuurlijk wel jammer, want ja, Zandvoort heet gewoon Zandvoort aan de Zee. En ik hoop dat het zo blijft. Dat zou betekenen ook dat er haast geen zee meer was. En dat zou ik wel heel stom vinden. Ja, straks meer daarover. Maar we beginnen met naar nieuws uit Finland. Op een middelbare school daar pakte een jongen van 18 plotseling een pistool en begon om zich heen te schieten. Er vielen 8 doden en zeker 10 gewonden. Sommige kinderen willen zo snel mogelijk naar huis, anderen blijven nog even. Ze troosten elkaar en vertellen aan journalisten wat ze hebben meegemaakt. Kuulemma, tai siis siellä oli joku ampunut näitä oppilaita. Oikaan. Oikaan joskus 12 aikaa. Joku meille kaverit koko ajan ilmoitti kaikkea ja sitten me soiteltiin muille ja silleen. De school staat in Tuusla, dat ligt in Finland. De dader begon zomaar tijdens een les om zich heen te schieten. Daarna liep hij met zijn geweer door het gebouw. Een aantal klasgenoten kon via het raam ontsnappen, maar 7 andere leerlingen en de directeur van de school konden niet op tijd wegkomen. Zij hebben het niet overleefd. Waarom de dader heeft geschoten is nog niet duidelijk. Wel is er een filmpje van hem gevonden dat hij vanochtend op YouTube heeft gezet. In het filmpje vertelt de jongen over zijn verschrikkelijke plan. Na de schietpartij probeerde hij ook zichzelf te doden, maar dat mislukte. De jongen ligt nu in het ziekenhuis en daar wordt hij bewaakt door agenten. Ja, het filmpje van de dader is inmiddels van YouTube afgehaald. Actie in Amsterdam. Honderden leraren en schooldirecteuren protesteerden daar vanmiddag tegen de regering. Ze zijn boos omdat ze steeds vaker klusjes moeten opknappen, zoals de afwas doen, vuilnisbakken legen en lampen vervangen. Er moet snel geld komen zodat elke school een conciërge of een andere hulp kan inhuren, vinden ze. Steeds minder scholen hebben een conciërge. Er is geen geld meer om ze in te huren. Steeds vaker moeten schooldirecteuren en leraren daarom zelf de klusjes opknappen. Directeur Bert Meijer van basisschool De Waaier in Amsterdam weet er alles van. Vanochtend vroeg, nog voor de leerlingen kwamen, was hij al aan de slag. Nee, dat is mijn taak in principe niet. Maar het kan ook niet blijven staan. Het is een puinhoop natuurlijk. Dus er is iemand die het moet doen. Leerkrachten zijn nu hun lessen aan het voorbereiden. Dus ik doe het maar even. En binnenkort moet de directeur nog veel meer zelf gaan doen. Nu nog heeft zijn school als een van de weinigen een conciërge die alle klusjes doet. Maar over een paar weken moet zij, als er niks gebeurt, vertrekken. Het gaat over mij en het gaat me ook aan mijn hart. Want ik loop hier 15 jaar al. En ja, de school is een beetje het kind van mij. Ze helpt je met alles. Je kan overal met vragen kan je altijd bij haar terechtkomen. Ze weet ook veel en dat soort dingen. Ik denk niet dat de school zonder haar kan. Denk ik niet, nee. Een paar jaar geleden besloot de regering geen geld meer aan scholen te geven om conciërges te betalen. Nieuwe ministers beloofden dit jaar dat er snel weer wel geld zou komen voor een conciërge op elke school. Maar dat geld is er nu nog steeds niet. Voor de scholen is de maat vol. We zijn het hartstikke zat om het zomaar uit te drukken. Is actievoeren wel iets voor leraren? Nou, ik denk het niet, nee. Vertel eens. Nou, de leraar moet eigenlijk gewoon hun best doen op school en les geven aan kinderen. Maar denk jij, gaat het zin hebben? Nee, niet echt. Maar dat is dus, de gemeente luistert toch niet. We zijn trots op ons onderwijs! Als andere mensen protesteren, zo, dan gebeurt er ook niks. Dus ik denk, als de meesters ook gaan protesteren, gaat het ook niet lukken. En als het protest in Amsterdam niet helpt, dan gaan scholen in heel Nederland binnenkort actie voeren. Losse fietslampjes op je jas of op je tas, die mogen nu toch wel. Je krijgt geen boete als je maar te zien bent in het donker. Vorige week was er veel gedoe over de lampjes. In sommige provincies kregen fietsers daarvoor een bekeuring en in andere niet. Maar volgens de wet moet de verlichting op de fiets vastzitten. Maar de politie zegt nu dat het belangrijker is dat fietsers goed te zien zijn. Kinderen op Terschelling kwamen vanmiddag naar het strand om bananen te rapen. Daar spoelden vanochtend namelijk duizenden bananen aan.
Het fruit komt van een containerschip dat op weg was naar Duitsland. Gisteren verloor het schip 6 containers met bananen. De trossen die overblijven, die gaan naar de dierentuin van Emmen. Maar de dieren moeten nog even geduld hebben, want de bananen zijn nog niet rijp. Nederland moet groter worden en daarom gaan we kijken of, we land kunnen maken van een stuk Noordzee. Dat zeggen politici. Ze laten onderzoeken of zo'n plan niet te duur is, want land maken waar eerst zee was, kost veel geld. Achter die duinen daar wordt Nederland steeds voller gebouwd. Daarom hebben we extra land nodig en dat kunnen we krijgen door stukken van de Noordzee droog te leggen. Dat is het plan en het komt van Tweede Kamerlid Joop Atsma. Ingewikkeld zal het zeker niet zijn. Wij kunnen heel veel als we dat willen. En tegelijkertijd is het ook een geweldig visitekaartje met uitstraling naar alle uithoeken van de wereld. Nu heb je hier alleen nog een wilde zee. Maar voor hetzelfde geld kijken we hier over een paar jaar tegen allemaal flatgebouwen aan of zo. Of loopt er hier een snelweg de zee in naar een eiland. Ik ga eens even vragen wat kinderen in Zandvoort daarvan vinden. We vragen het in groep 8 van basisschool Hanni Schaft. In Zandvoort dus, dat nu nog aan zee ligt. Ik vind het natuurlijk wel jammer, want Zandvoort heet gewoon Zandvoort aan de zee en ik hoop dat het zo blijft. Dat zou betekenen ook dat er haast geen zee meer was en dat zou ik wel heel stom vinden. Nederland is een dichtbevolkt land en er komen steeds meer mensen bij, dus we hebben meer land nodig. Nederland is heel goed in het omtoveren van zee in stukken land. Bij grote projecten in het buitenland, zoals hier in Dubai, helpen eigenlijk altijd Nederlanders mee. Maar ook in Nederland zelf zijn stukken drooggelegd. Vroeger zag ons land er zo uit, maar ook toen was er meer ruimte nodig. Daarom werd in 1942 de Noordoostpolder drooggelegd. En iets later ook Oost- en Zuid-Flevoland. En nu zijn er dus plannen om stukken van de Noordzee droog te leggen. Een stuk land zo groot als 4 keer het eiland Texel. Waar het gaat komen en hoe het eruit komt te zien is afwachten. Misschien kunnen ze het in een leuke vorm doen. Zo gebeurt dat ook vaak in het buitenland. Allemaal leuke vormpjes kunnen ze het doen, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook de waddenlanden zoals Texel en zo kunnen ze aan elkaar doen. Gewoon eilanden maken en zo, maar dan met snelwegen, maar dan niet vlakbij het strand. Als het een bloem zou worden, dan zouden ze vanaf Den Haag zo'n steel maken en dan gewoon op zee zo'n bloem. En dan heeft Zandvoort en al die anderen, die hebben dan nog gewoon wat zee. Er is wel één voordeel als Zandvoort straks niet meer aan zee ligt. Dan zijn ze in ieder geval af van die harde zeewind. Vandaag was de verkiezing van het speelgoed van het jaar. En deze spellen die wonnen een prijs. En wij namen ze mee naar een school in Amsterdam om te kijken wat de leerlingen ervan vinden. De prijs voor speelgoed van het jaar wordt alweer voor de 34ste keer uitgereikt. Elk jaar maakt de jury van mensen die veel verstand hebben eerst een lijst. En op een website kunnen kinderen dan stemmen op hun favoriete spel. Het Huis Anubis van Studio 100 Nederland. Het Huis Anubis is volgens de stemmers het leukste spel voor kinderen van 8 tot 12. Het hoort bij de tv-serie Het Huis Anubis. Tijdens het spel moet je op zoek naar 6 geheime tekens, terwijl conciërge Victor achter je aan zit. Wel leuk, maar het is toch wel een beetje ingewikkeld. Ja, je kan er wat van leren. Als je naar het serie kijkt, dan is het ook leuk om het te gaan spelen. Het is leuk en je kan samen met je gezin, met je familie op een tafeltje spelen. Ook het spel Live Quiz won vandaag een prijs. Het is voor kinderen ouder dan 12. Je krijgt vragen over het nieuws, zoals de vraag welke voetballer scoorde het laatst voor het Nederlands elftal. En de antwoorden die kun je vinden op een website. Moeilijke vraag. Ze moeten het ietsje makkelijker maken voor de kinderen. Want dit zijn vragen echt voor onze meesters en juffen. Ik vind het leuk en een beetje wel spannend. Ik vind het ook wel leerzaam. Je leert over sport, entertainment, nieuws en business. Ja, ik vind het wel leuk bedacht. Maar wel een beetje jammer voor de andere mensen die geen computer hebben. Allebei leuk dus. Maar vinden de kinderen dat de spellen ook een prijs verdienen? Ik vind het echt leuk. Ja, omdat het heel erg leuk is. Nee, dit spel vind ik wel een beetje van het jaar. Morgen is het bewolkt met af en toe regen. Er is veel wind en het wordt 12 tot 13 graden.
En de tijd is om. Op de website vind je meer nieuws en ik zie je morgen weer. Dag! Voor vandaag is Zep klaar. Morgen om 3 uur zijn we er weer.